Vandaag zit de bewoner van 1 hoog verslagen op zijn stoep van het pand dat voor een flink deel is verwoest. Ik werd wakker eigenlijk van het omvallen van een ijzeren stellage. Dus ik doe mijn deur open en ik sta gewoon in de vlammen. En ik zie dat daar van bovenaf komen. Dus ik ben meteen naar beneden gerend in het stikke donker. Tom werd meteen meegenomen door de ambulance, maar had geen rook ingeademd. En verder was er gelukkig helemaal niemand in het pand, want ze zijn het pand helemaal al een jaar lang aan het renoveren. En dat zou dus volgende week vrijdag opgeleverd worden. Ja, heel triest, heel triest. Alles is aan stukken en aan flarden. De woning van Ton aan de achterkant van het pand heeft weinig schade. Maar het hele trappenhuis tussen 2 en 3 hoog is verwoest. Ook moest de brandweer grote delen van de vloer wegzagen om bij de smeulende brandhaarden te kunnen komen. Het was ook voor ons erg moeilijk om de brand te bestrijden. De trap was weggebrand, dus het was gevaarlijk ook om naar binnen te gaan. We hebben dat van buitenaf gedaan. Zoveel mogelijk gesloopt, zoveel mogelijk de brand geblust. Vanochtend was er weer wat rook waargenomen en zijn we teruggegaan om het helemaal weg te slopen en eigenlijk af te blussen. En die brand was opnieuw in de vloer? De smeulbrand, dat smeult eigenlijk alle kanten op. En dat is ontzettend lastig om daarbij te komen. Tom wil zo snel mogelijk weer terug naar zijn huis. Het liefst nog vandaag. Je durft gewoon weer rustig te slapen? Nou, dat weet ik niet. Na 2 keer. Ik zal wel een paar keer gaan kijken, denk ik, komende nacht. Ja.